Godverdrie dubbeltjes. Moet je kijken, ze zijn weer bezig hoor, de hele dag. Spuiten, spuiten, spuiten. Hé, het hooi moet weer van het land. No. Hé? En dat is geen stikstof, dat is geen klimaatcrisis. Oh, ga je zo die klimaatcrisis creëren? Oh, niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. En de een naar de ander, hè? Overal zie je het. Overal, kan toch niet? Moet je zien, ze spuiten ons weer helemaal dicht. De Verenigde Naties, hè? Met de Europese Unie, Monsanto. Kan toch niet? Kijk dan, jongens, word wakker, ze willen het niet zien. En hier. Ze pakken je kinderen, hè? Dus dan weet je het. Nou, jongens, kijk toch een keer omhoog. Zie je dat dan niet? Waterdamp, de route naar Schiphol, geloof je het zelf? Geloof je het zelf? Ik niet, ik geloof het niet. Ik heb Rosa Kairen gekeken, of Amazing Polly. Jongen. Weet je wie je ook eens moet kijken? Olle Damgaard. Oh, nou. Dus, ik pik het niet. Nee, ik pik het niet meer. Ik vind het niet normaal. De ene streep naar de andere. Ze vergiftigen ons. Onze mooie aarde maken ze gewoon kapot. Voor onze ogen. Oh. Voor onze ogen. Hè? En niemand zegt er wat van. Nou, als ze hiermee wegkomen, komen ze ook met de rest weg. Dat weet ik nou al. Dus, straks hebben we klimaatcrisis. Dan zeggen ze, nou, hè? Dan is iedereen zo in paniek met die klimaatcrisis. Dat ze niet meer kijken naar de slachtoffers van de corona-injectie, dictatuur, publieke gezondheidsfassade. Boe. Nou, dus ik ben er weer helemaal beroerd van als ik dat zie. Kan toch niet? Jongen, nou, ik noem het gewoon... Het verkrachten van onze mooie natuur, aarde, leefomgeving, milieu. Nou, ik ga nog even rondkijken of ik wat zie wat ik kan redden. Doei! Nou ja, denk na mensen, want anders is het zo gebeurd met je. Echt wel, wedden?